PEC kan de laatste weken behoorlijk bekoren. Laatste thuiswedstrijd van het seizoen en uiteindelijk is alles wel weer op zijn pootjes terechtgekomen voor PEC Zwolle. Het ging lange tijd niet florisant, maar onder Jaap Stam uiteindelijk uit de degradatiezorgen geraakt en veilig gespeeld. Zij maken zich op voor hun achtste seizoen Eredivisie op rij. Maar eerst nog even de laatste thuiswedstrijd tegen VVV. En daar wordt iets bijzonders van gemaakt. Kinderen mee het veld op. En dit is een mooi eerbetoon van de fans van VVV aan hun coach. Stijn moet blijven. Dat willen ze graag zien. Diepe bal van Nakayama. Paal gaat erachteraan. En houdt die bal ook knap binnen. Dan is daar Tee en Tee maait compleet over de bal heen. En dat is wel essentieel om die te raken, wil je een doelpunt maken. Ook hier een slippertje en dan is Mlappa er vandoor met grote ferme passen. Heeft Soetjes bij zich, maar Mlappa doet het zelf. En Boer met een perfecte redding. Dat was egoïstisch gedaan door die spits. Want een tikkie breed had een garantie op een doelpunt geweest. En het gezang zwelt weer aan. Grot met een versnelling. En dat is een flinke versnelling. Is niet af te stoppen. Grot weer op Boer af en weer heeft Boer hem. En waarom zou je stoppen als je nog dit niveau laat zien? Grot met Van den Berg. Fysiek heeft Grot daar het voordeel. En nu ook de balbehandeling. Prima. Dit is een pogingtje van Van Ooyen. Bram van Polen ontbreekt vandaag. Op zijn schouder gevallen. Clement. Schitterende aanname. Alleen het afronden ontbreekt. Prima diep gegaan door Pelle Clement. Die paas magnifiek. Dan moet hij snel handelen. En dat blijkt net te veel gevraagd. Want vooralsnog heeft Oenestal zo goed als een snipperdag. Het is ook wel moeilijk hoor. Om de grote kansen te creëren. Tegen zo'n hechtblok. Van Krooi. Van Krooi vangt op. En bij toeval kan er natuurlijk ook een kans ontstaan. Het gebeurt hier bijna. PEC houdt een corner over. Tweede corner van PEC vanaf de rechterkant. Er kan gekopt worden door Tee. En het eerste klusje met de handen voor Oenestal. Grot. VVV meldt zich de laatste minuten wat vaker op de helft van PEC. Zonder gevaar te stichten vooralsnog. Post. Dit is wel een goed balletje op Joosten. Joosten, daar is Grot en die krijgt hem op een of andere manier naast. Via de speler van Zwolle nog. Zo krijgt VVV absoluut de grootste kansen. Bij die spaarzame keren dat ze zich melden. En het loopt maar net goed af. Het is misschien niet de meest sierlijke en romantische speelwijze die VVV hanteert. Maar het is wel effectief en goed. Het past ook bij deze selectie. Wat kan Stam daar tegenover zetten? Er ligt een tactische omzetting in de rust. Corner Namli. En die bal valt weer eigenlijk in het midden. En weer weet VVV hem weg te werken. Namli kan hem nog een keer gaan inbrengen. De lucht mag toch nog aanwezig. Tee heeft die bal uiteindelijk in de voeten. En dan schiet hij hem lekker binnen. Lennart Tee, de man in vorm bij PEC Zwolle, doet het weer. Scoort weer in een thuiswedstrijd. Zoals hij de laatste thuiswedstrijden vaker deed. En PEC Zwolle met de eerste grote kans op voorsprong. En dit is knap gedaan. Hij raakt hem lekker die bal.
Susic. Boer. En dan gefloten voor een overtreding. Ze maken het Boer wel moeilijk om de nul te houden in zijn slotwedstrijd. Dan moet Dogger zijn best doen. En doet dat met verven. Hamer. Die. Het is Van Duinen. De rustige opbouw die niet zo rustig werd omdat de Post Hamer de bal afsnoepte. De minimale extra spelers. Susic stuurt Mlappa weg. Mlappa tussen twee spelers van PEC. Blijft hij ze de basis, scoort hij de 1-1. Wat is het toch een uitstekende spits. Nummer 13 van het seizoen. De meest scorende buitenlander ooit voor VVV. Het is de speelwijze van VVV. Die snelle Mlappa wegsturen. En Lachman en Nakayama kunnen hem niet afstoppen. En vanaf 16 meter passeert hij Diederik Boer. Hamer. Middenveld is eventjes een speeltuin. Van Ooyen. Grot. Joosten. Grot is er vandoor. Ja, natuurlijk. En Grot kan alleen op Boer af en maakt niet de 2-1. En Boer is woest. Want die verdedigers verpesten zijn afscheidsduel. De bal van Joosten. Precies goed. Geen buitenspel. En het is aan Boer te danken dat VVV pas één keer gescoord heeft. Hij heeft nog absoluut een acceptabel niveau, Diederik Boer. Maar is toch gezien bij deze goal van Mlappa. 2-1 voor VVV. Voor de 14e keer dit seizoen dat ze geklopt worden uit een hoekschop. Jaap Stam heeft veel op de rit gekregen, maar het verdedigen van Spellervattingen niet. Mlappa loopt naar de eerste paal, hoeft niet eens te springen. Grot met Van den Berg. Van Ooyen zou het een keer kunnen proberen. Van Ooyen en Boer blundert bij zijn afscheid. En dat gun je niemand. De goal komt op naam van Van Ooyen. En Diederik Boer zal zich dit aantrekken. Van Ooyen maakt die bal natuurlijk wel goed vrij. Dat moet je hem nageven. Maar voor de rest is het vooral pijnlijk. Iedere sportman zal het beamen. Grot. Veel sterker natuurlijk dan Van den Berg. Mlappa staat klaar en Mlappa maakt zijn hattrick. Nummer 15 van de competitie. En dus de eerste speler van VVV met een hattrick sinds Lennart T. En het wordt geen droomafscheid, maar een horrorduel. Nou, Mlappa heeft het naar zijn zin. Die schiet zichzelf eventjes in de recordboeken van VVV. Het is natuurlijk ook behoorlijk een mismatch dit, fysiek gezien. Grot zoveel groter en sterker. Niemand bij Mlappa, ja, hou hem vooral in de gaten. Hij heeft nog nooit gescoord vandaag. Dit is allemaal niet zo moeilijk. En dan gaat die bal ook nog eens onder Boer door. Ja, zo moet je jezelf dan maar vermaken. Als je favorieten het niet doen. Zolsvermaak. Ondertussen vermaakt het publiek achter het doel van Unistal zich nog steeds met die bal. Die nu in het veld belandt. Ligt daar in de doelmond. U ziet hem boven in beeld. Die bal die gaat zo langzamerhand een rol spelen natuurlijk. Unistal, ja, die trapt hem heel slim helemaal verkeerd. En dan redt hij ook nog. Opmerkelijk moment. Kan nog altijd en dan zit hij erin. Een doekje voor het bloeden. Anders had hij niet aanvoelen, de goal van Stanley Elbers. Geel voor Unistal, omdat hij kwaad is vanwege die bal die daar ligt. Ja, officieel mogen er natuurlijk geen twee ballen in het speelveld zijn. Maar Unistal had die bal ook gewoon over de achterlijn kunnen trappen. Kijk, die bal ligt daar, in het 5 meter gebied. Unistal trapt hem hier
in het zicht van alles en iedereen. Is dan op tijd bij de les voor het eerste schot. Is gezien bij de tweede. Ja, er wordt nog wel even gekeken natuurlijk naar dat moment. Nou, wat maakt het uit? Keur hem goed inderdaad. Dat doet Van der Eyck. Grot. Van een serieuze wedstrijd is nou eens misspraak. Het is plezier maken. Op zich is dat wel leuk voor ons als neutrale kijker. Want dan gaat er veel gebeuren. Bijvoorbeeld nog een poging van Joosten. Hij had de cirkel rondgemaakt hoor, als Diederik Boer in zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer 5 doelpunten tegen had gekregen. Nakayama. Dit is een aanval die nog wel ergens op lijkt. Die. Van Krooi. En Oenestal. Die een derde tegentreffer voorkomt. Peck is klaar dit seizoen. Het verlies met 4-2 van VVV. Mappa maakte er 3. Hij de sterspeler van vandaag. En het is een dramatisch afscheid geworden voor Diederik Boer.